Voorleestip 8. Als je een boek kiest, denk dan altijd aan een aantal dingen. Ten eerste, bij welk thema sluit het aan? Altijd belangrijk om te weten met wat voor doel lees je het boek voor. Daarna, past het bij het niveau van de kinderen? En let daarbij op de verhaallijn, woordgebruik en de belevingswereld. Dit kleine boekje bijvoorbeeld is heel eenvoudig, eenvoudige tekeningen. En bij de beleving, ja, het gaat over naar de wc gaan. Ja, dan moet je dan ook in die ontwikkelingsfase van het kind aansluiten. En daarmee speel je met het verhaal in op de verschillende vaardigheden die de kinderen zich eigen kunnen maken. Bijvoorbeeld, wat iemand al kan,